opa en oma. Jij junior hier nog. Nog geen Jan. Heel lang geleden dat we samen gewoon even weg zijn. Ja. Deze vlog van vandaag. Het is woensdagochtend en broodjes zitten in de broodrooster. Ja, nu deze alleen nog. Louis is al lekker buiten geweest. Hé, hey Louis? Louis! Hij is blij om ons te zien, hè? Ja. 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 Waarom heb je zin in school? Echt geen idee. Ik had als kind altijd zin in school. Dat was altijd leuk. Geloof je? Nee. Nee? Ik ga even checken of er nog middelbare naar school moeten. En lekker nog even een boterhammetje en dan is het weer tijd om te gaan, jongens. En daarna zijn we weer thuis. Ja, het is maar een halve dag vandaag. En wat ga je vanmiddag doen dan, Nathalie? Afspreken. Met? Geen idee. Oh. Als iemand kan. Mag, je mag... doet gewoon een slachtoffer. Ja. Mag ik dan ook proberen met iemand af te spreken? Ja, tuurlijk. Met Louis kun je ook afspreken. Trouwens met iemand? Ja, ik wil met Louis afspreken. Iedereen wil vandaag dan met Louis afspreken. Ik ga met Louis afspreken. Ja, daar was ik mee bezig met die tafel. Oh, iemand kan hier bij jou, van jou afspreken en dan kunnen we met Louis afspreken en met de vrienden. Wij zijn bij opa en oma. We hebben eerst geluncht net met de kinderen. Dit is ook een beetje spannend voor hem. Doe maar niet. Doe maar niet. Ja, maar laat Louis er even af. Laat hem maar lekker zo, ja, loop hem lekker door het gras met hem. Ja, daar, kijk eens, daar rent een haas, daar. Daar in de verte. Oh ja. Helemaal achterin. Waar gaan we naar? Helemaal achterin, daar. Nou zie je hem niet meer. Dus, ga nog maar lekker spelen, we hebben lekker geluncht. En nou even koffie drinken. Mama, ga je de deur open laten? Ja, ik laat de deur een beetje... Pas op, doe maar niet. Haal Louis er eens af. Kom maar, Louis. Hij wacht daar niet op, want als jullie er bovenop springt... Ja. Oké, ik wil niet springen. Nee, doe maar lekker springen. Ik wil naar binnen. Zo, wij zijn thuis van oma en als je bij oma bent, krijg je altijd? Een snoepje. Waar heb je die gemaakt, die Louis kaart? Nou, dat kan en dat kan ook op de muur plakken, maar dat ga ik niet doen. Heb je bij oma gemaakt? Ja. En nu ga ik eerst nog even inkleuren met groen. Ja? En dan ga ik hem hier zo neerzetten. Oh ja, mooi. En je ziet al, wij zijn thuis en Floor ontfermt zich gelijk over Louis. Ja, ik heb al de hele dag niet alleen vanochtend. Hij mag eten. Ik heb echt alleen vanochtend nog maar gezien. Verder de hele dag. Mag ik jou ook geven? Hij heeft net nog bij oma een plasje gedaan. Ja, ik ook. Dus hij mag, een snoepje ook. Om 5:30 mag hij weer uitgelaten worden. Snapt hij nou niet meer dat er nou voor straks was? Zeg ja, maar, nee. Lukt het? Nee. Oh, ben je ook aan het helpen? Zo van de vorige keer. Oh. Oh, ja. Gisteravond al. Nee, van net. Oh. Nou, dan moet je maar een half eten. Nee, laat het maar staan. Is goed. Oh, dus genoeg dan. Ja. Maar die ronde mogen toch niet? Jawel. Jawel, nu weer wel. Oh. Maar die wel. Mama heeft het geprobeerd en het was goed. Nee, dat mag die niet. Maar je had toch ook een boek? Nee, dat zoek ik, kan ze maak nog niet aan. Je hebt iets klein boven die grote alles. Oh.
Nou, wij zijn weer thuis. Kom, nee, opruimen. Waar moet je jas? Ja, papa, waar moet jouw jas? Op de stoel moet mijn jas. En jouw jas? Nee, op de kapstok. Jij junior hier nog. Nog geen Jan. De laatste tijd doe ik altijd zo door de deur. Kijk, zo. Ja. Waarom? Omdat anders Louis naar de gang gaat. Dan pak je hem en leg je hem weer hier. Nee, maar nu ben ik er ook aan gewend. Ook al is Louis er niet Doe nog eens even die beweging, maar dan kan ik er ook op oefenen. Wat is een lekker appel? Nee, dat zie ik. Oh, zo moeten we nou dus de deur. Via hier ga je zo met je rug en dan ga je zo. Nou, ja. Goed zo. Bedankt voor de tip. Ja, fout. Oh, ja. Nou, wij gaan in. Wat dan... Junior zet allemaal liedjes op. Ja, ik zie het, dat is ook leuk. Ik ga Eline voor jullie roepen. Eline die gaat koken en een beetje oppassen op jullie. Maar jullie zijn altijd heel lief voor Eline en jullie luisteren heel goed naar Eline. Naar Eline wel, ja. Ja, en naar papa en mama ook toch? Ja, ook naar papa. Want wij gaan in plaats van naar een restaurant, gaan wij avonds in de sauna. Ja. Lang geleden. En dat is een heel goed restaurant daar waar wij gaan. Dus ja, dan doen we vandaag een hapje eten. Ja, nou, weet je wat, het is elke keer als we overdag zijn, dan zeggen we moeten een keer s'avonds gaan. Dat heb ik nooit gedaan, we zijn overdag best vaak geweest. Ja. En hier, het gaat stormen denk ik. Elke keer zeggen we van, we moeten echt een keer doen. Dus nou zei ik wat we zo doen, maar we hebben natuurlijk allemaal al best een heftige week vorige week gehad met carnaval en dingen. Dat we zeiden, zullen we gewoon plaatsen uit eten. Heel lang geleden dat we samen gewoon even weg zijn geweest. Ja. Heel lang geleden. Ja, in het bloemenbad, daar dan doen we wel altijd goed kletsen. Ja. Dus dat is dan wel belangrijk. Toch? Ja. Het tasje is klaar, wat zit er allemaal in? Handdoeken, slippers. Badjas? Mijn badjas ook. Ja? Ja. Ja, slippers ook. Ja, ik ga jullie maar lekker met Louis spelen. Ik ga Eline roepen. Dit was een dagje uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.